Wat we gaan doen vandaag en in de komende weken is dat jullie allerlei dingen gaan leren om uiteindelijk je eigen opruimrobot te maken. We zijn hier een robot aan het bouwen met Lego. Het is heel leuk om te doen. Je leert er ook heel veel van. Dat is echt iets voor mij, want ik ben best wel creatief en dat helpt mij ook voor mijn creativiteit. Vandaag wordt er dus flink geprutst met robots. En op deze school kunnen kinderen zich voor nog veel meer activiteiten opgeven. Het is gewoon een naschools activiteit met bijvoorbeeld robots bouwen, hip-hop en rappen. Eén keer in zoveel tijd krijg je dan bijvoorbeeld een nieuwe activiteit wat dan wordt gedaan en dan kan je inschrijven met een brief. Misschien denk je van, lijkt me leuk, maar ik ben er niet zo handig in. En misschien dan ontdek je opeens dat je er wel goed mee bent eigenlijk. En dat is precies de bedoeling hiervan, dat iedereen de kans krijgt te ontdekken waar hij of zij goed in is. Ja, niet ieder kind zit op een sport of volgt muziekles. Bijvoorbeeld omdat er thuis geen geld genoeg voor is of omdat het helemaal niet gebruikelijk is in een gezin. Nou, het geld van de regering moet ervoor zorgen dat zulke activiteiten zoals hier op meer plekken georganiseerd kunnen worden. En dat iedereen aan mee kan doen, zodat ook iedereen dezelfde kansen krijgt. Doen de robots het al, jongens? Nog niet. Nee, nog niet. Nog even doorgaan. Ja, het is belangrijk dat je op school alles eruit kan halen wat erin zit. Dat je er ook achter komt wat je leuk vindt, wat je goed kan. Maar op die manier ook je toekomst kan vormgeven. Dus we proberen met allerlei extra activiteiten jou alle ruimte te geven op school om erachter te komen wat je goed kan. En ook de kansen te pakken die je wil. Op zo'n 600 scholen gebeurt dat al. En met het geld van de regering kunnen meer leerlingen extra activiteiten doen. Hier in Den Bosch merken ze dat het helpt. Zo zie je dus dat kinderen die het misschien op school wat moeilijker hebben of in de thuissituatie dingen die niet kunnen doen, die kunnen ze hier wel. En ze ontdekken bij zichzelf, ik ben heel goed in techniek of ik kan heel goed dansen. En ja, dan ben je super trots. En dus gaan ze er hiermee door. Dat is leuk met programmeren, hè? Je kunt gewoon uitproberen of het werkt. En hebben de kinderen al ideeën voor de volgende activiteit. Misschien breakdansen. Misschien wel voetballen of tennissen of basketballen. Het zou ook leuk zijn dat er bijvoorbeeld tekeningles of zo is. Dat je schilderijen kan maken en zulke dingen.